Jan Boskamp, niet tevreden met het voetbal van Gent in Aalst afgelopen woensdag, heeft gerommeld met zijn opstelling. Het belangrijkste slachtoffer daarvan is Tony Herman. Die heeft geen seconde gemist in 150 opeenvolgende matchen. Vandaag begint hij op de bank. Dus na die twee wedstrijden naar WDM en Aalst, die alle twee heel slecht waren als ploeg, en waar ik ook dus een slechte prestatie geleverd heb, heeft de trainer dus ingegrepen. Was het terecht, vond je? Ja, ik denk het wel. Dus als je rechtstreeks ermee te maken hebt met de doelpunten die vielen, dan kijk ik altijd zelf in mijn eigen boezem. En ik vind het ook terecht dus dat ik op die bank terechtgekomen ben. Dus ik was wel echt ontgoocheld, maar ik heb de trainer niks te verwijten, dus alleen mezelf. En ik was wel erg zenuwachtig ook op de bank. Was het een raar gevoel? Ja, zeker. Dus ik heb nooit dus door een slechte prestatie op de bank terechtgekomen. Wel eens door een schorsing en een kwetsuur, maar nog nooit op deze manier. Dus ik moet zeggen dat ik me echt rot gevoeld heb op die bank. Je pakt geen kaarten. Je accepteert nu dat je op de bank zit. Ben je misschien te braaf? Nee, ik denk niet dat het te maken heeft met te braaf te zijn. Het is gewoon zo dat je op bepaalde momenten een mindere periode hebt. Zoals ik nu meegemaakt heb de laatste twee wedstrijden. En dan denk ik dat de beslissing van de trainer terecht is. En wie staat er ondertussen tussen de lijnen om zijn derde penalty van het seizoen te benutten? Tony Herman. Dat deed wel deugd. Dus, je zit dan zoveel minuten op die bank. Na zoveel jaren niet op de bank te gezeten hebben en dan val je in. En dan die strafschop. Dus normaal waren er die andere jongens aangewezen. En blijkbaar ging er niemand naar de bal toe. En dan is Anders richting mij gekomen en dan heeft hij mij aangewezen van jij moet die strafschop nemen. En gelukkig voor mij gaat hij er wel, gaat hij wel lekker binnen. Ik zou liefst weer een hele periode op het veld willen staan. Want op die bank zitten, dat is echt niks voor mij. Alleen al voor mijn zenuwen, denk ik.